Deze nieuwsuitzending die gaat over de liegende priester en daarvan deel 5. Jeetje, wat heeft deze liegende priester, er zijn er heel veel hoor, maar deze liegende priester heeft allemaal filmpjes op internet gezet. Ze zijn allemaal heel mooi geëdit met een muziekje erbij. En die man die gaat dan heel vrolijk doen. En uitleggen wat er allemaal correct is aan het katholicisme. En dat het katholicisme het christendom is. Nou, even luisteren wat hij te zeggen heeft. En dan ga ik er kort op reageren. Het filmpje duurt maar 2 minuten en 34 seconden. En ik zal het niet lang maken, want dat zei Jurk nog tegen mij. Het leukste is het als je het kort houdt. Nou, dat gaan we dan nu proberen. Tenzij ik de slappe lach krijg natuurlijk. The Mass begins when the priest prays in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. As he says this, we all make the sign of the cross. It's something you've probably done instinctively for years, but it all means something. Even the way you hold your hand means something. Now, in the West, we hold our hands like open hand like this because the open hand is a sign of blessing. It's a symbol of blessing. So we, in a sense, bless ourselves. In the East, it's really interesting because what they'll do is they'll hold their hands with these three fingers together, the two fingers and the thumb together, as a sign of the Trinity, Father, Son, Holy Spirit, and these two fingers down as a sign of God's, Jesus's, full humanity and full divinity. Again. Wat zei hij nou als laatste? Dat begreep ik even niet hoor. Even samenvatten wat die man hier nou vertelt. Is dat de mis die begint met het slaan van het kruis. Dus dan doe je met je rechterhand doe je, een gebaar. Hè? En daar gaat het dan om. Hè? Dat gebaar moet je wel helemaal goed doen. Maar wat zei hij nou als laatste? It all means something. When we make the sign of the cross itself, we're reminding ourselves of at least three things. The first thing, the most obvious thing, is that God is a Trinity. Nee. Er is maar één God. En die heet God. In de Bijbel staat niet, bij Genesis 1, vers 1, in den beginne schiep de heilige drie-eenheid hemel en aarde. Dat staat er niet. Daar staat God. En dan kan je nog gaan discussiëren over het woord Elohim. Want dat is Hebreeuws en dat staat voor een meervoud. Ik weet niet precies hoe dat in het Nederlands of in het Engels vertaald wordt. Maar er is niet zoiets als een heilige drie-eenheid. Die kan je er wel bij fantaseren omdat het je goed uitkomt. Maar het staat niet in de Bijbel. So we make the sign of the cross in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, reminding us of like this key core belief in our faith. But even more, when you trace the sign of the cross on yourself, what you're tracing on yourself is your worth. It's your price tag. And you can ask the question, how much are you worth? Are you worth $1 million? Are you worth $1 billion? Well, the sign of the cross is your price tag. It's how much you are worth. You are worth, according to God, you are worth his very life and his very death. As often as you make the sign of the cross, you're claiming your price tag. The last thing is this. You know, so many people kind of lose their story in life. They don't know why they're here in life. They don't know the meaning of life. Well, there's this old book back in the last century called the Baltimore Catechism. And in it, it asks a couple questions. And the first question is this. Who made you? Well, the answer, God made me. But the second question goes to the heart. And the question is, why did God make you? The answer is God made me to know him, to love him, and to serve him in this life so as to live with him forever in the next. As often as you find yourself kind of not knowing the meaning of life or not knowing does your life have a purpose or do you have a story, you can make the sign of the cross and it reminds you. Ja, dus als je helemaal verloren bent en je hebt het idee dat je leven geen doel heeft, dan ga je een kruisje slaan. Sorry? Je kan ook zeggen, als je vindt dat je leven geen bedoeling heeft, dan ga je aanbellen bij je buurvrouw. Want je hebt gehoord dat ze slecht ter been is en je vraagt of je even wat boodschappen voor haar zou kunnen doen. Of je belt je kinderen een keertje op. Je maakt het goed met je vader, je biologische vader, als je er ruzie mee hebt.
Je leven krijgt geen doel van het doen van een ritueel. Kan je lekker vergeten. En dat God ons geschapen heeft, dat is waar. Dat hij ons geschapen heeft met een doel, dat is waar. Hij wil dat we voor hem werken. Hij wil dat we onze naasten lief hebben. En zelfs onze vijanden ook. Dat wil hij van ons. Dus wij dienen vader Mike Schmitz, die dienen wij lief te hebben. Niet omdat hij mijn naaste is. Hij werkt voor een organisatie die heeft 500 miljoen burgerdoden op zijn geweten. Ja, dat is niet echt mijn vriend, hè. That you're here for a reason. You're here to know God, to love him, and to serve him in this life, so as to live with him forever in the next. That's all wrapped up in that sign of the cross. Ja, het is leuk als je er zo makkelijk over denkt. Van het gaat niet goed met je, nou dan ga je iedere zondag naar de mis. En dan doe je met je rechterhand en met je vingers op een bepaalde manier. Zeg je de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het was trouwens zo dat Jezus heeft gezegd, het is noodzakelijk dat ik wegga. Want anders kan ik de trooster niet sturen. Er moet even een drama geschieden. En dan valt waarschijnlijk voor 100% zeker het kwartje. Oh. Er is wel het een en ander gebeurd sinds de kruisiging van onze Heer. In zekere zin had hij gelijk. Is dat de drie-eenheid van God? Nee. Dat heeft daar niets mee te maken. Nou, dit heb ik toch echt heel erg mooi kort gehouden, zou ik zo zeggen. Ga ik hem nu even afbreken en dan gaat die volgende. Die gaat dan over sodomie. En dan wordt het echt heel grappig. Dus deze sluit ik eventjes af en op zijn hamburger zag ik tjus. En dag lieverds en tot de volgende. En dat wordt de liegende priester nummer 6. Luister ze alle 13.